Go to the start. Het was een succesvolle dag op de NK voor de Emmeloordse Femke Beuling, waar de 17-jarige debuteerde op de 500 meter. Ready. Was je nou ook heel gespannen van tevoren? Ik was wel redelijk gespannen, ja. Ja, dat is, het is toch wel wat anders zo. Ja, voor het eerst een groot toernooi, voor het eerst op tv ook. Van tevoren veel berichtjes en zo gehad. Ja, heel veel succes wensen, dat is hartstikke leuk. Maar dan wordt het eigenlijk nog spannender van. Steeds word je weer aan herinnerd, zeg maar. Maar wel hartstikke leuk dat mensen aan je denken. Door de spanning ging de eerste start niet helemaal zoals gepland. Valse start, binnenbaan. Ja, het was wel spannend. Het was, ik stond niet helemaal stil, dus het was niet echt een valse start. Maar de tweede keer was ik gelukkig goed weg. Uiteindelijk eindigde ze op een zevende plaats in een nieuw persoonlijk record. Ik was blij met de tijd, het was de tiende van mijn PR af. Maar nog niet eens zo heel bijzonder. Alleen in de ritten daarna bleek pas dat het wel een goede tijd was. Er zaten echt toch wel heel veel toppers boven die tijd. Wat kan er nou nog beter? De rit was wat slordig. Ik was, ik wilde gewoon heel graag en daar zaten wel wat schoonheidsfoutjes in. En nu uitrusten en gereed maken voor zondag de 1000? Ja, ik hoop dat ik een beetje kan slapen zometeen. Het is natuurlijk best wel laat dit. En morgen dan een rustdagje even op de fiets en dan zondag 1000 meter. Ja, wat verwacht je daarvan? Ik hoop weer een PR te rijden en dan zie ik wel hoe ver ik daarmee kom.